De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de FIOD, heeft vandaag een inval gehouden op het woonwagenkamp in Waalre. De FIOD heeft 1 kilo cafeïne en €5500 aan contant geld in beslag genomen. Op het kamp aan de Broekweg werden een loods en een woning onderzocht, omdat er een verdenking is dat er duizenden kilo's apaan via het kamp worden verhandeld. Apaan is een grondstof voor amfetamine en verboden om zonder vergunning in te voeren. Vorige week zijn een 30-jarige en een 26-jarige man uit Eindhoven aangehouden en de FIOD heeft een vermoeden dat het tweetal iedere twee weken een partij van 600 kilo apaan uit China liet overvliegen. In juni vond de FIOD ook al sporen van synthetische drugs en kilo's apaan in een loods aan het kamp in Waalre, maar vandaag werd er niks gevonden. Bij het onderzoek in Waalre kreeg de FIOD bijstand van de ME, maar het bleef verder rustig op het kamp.